Het gaat hier over de dijkverhoging. Vroeger was dat een technisch project, ingenieursproject. Je maakte die dijk hoger, bijvoorbeeld. Nu is dat veel complexer. Werken aan waterveiligheid, een dijkversterking, dat is gebiedsontwikkeling geworden. En gebiedsontwikkeling heeft te maken met uiteenlopende belangen, recreatie, natuur. Naast die waterveiligheid zelf, belangen van jachthavens, om nog maar eens wat te noemen. Maar het gaat ook over verschillende vakdisciplines die daarbij zijn betrokken. Naast civiele techniek is dat landschapsarchitectuur, is dat financiële economie, is dat bestuurskunde, is dat juristerij, zelfs sociologie komt daarbij te pas. En dan sla ik er nog een aantal over. Het heeft een inhoudelijke component, wat gaan we maken uiteindelijk? En het heeft een procesmatige component, hoe gaan we te werk, wanneer valt welke beslissing en wie doen daaraan mee? Ik geef een voorbeeld in overheidsland. Bij die dijkversterking zijn pakweg 5 instanties tenminste betrokken. De Delta-commissaris, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie, het waterschap, de gemeente. We kennen het huis van Thorbecke. Daar is die overheidskolom heel geordend. Maar we moeten meer denken aan die plaat van Escher, waar een man in het huis loopt op een trap waarvan je niet weet of die naar boven of naar beneden gaat. Het doet kortom, als je er zo naar kijkt, chaotisch aan. Het is dan ook geen project, het is een proces. Nou, en een proces dat moet uiteindelijk toch tot resultaat leiden. Ik noem de persoonlijke competenties die je nodig hebt om goed leiding te kunnen geven aan zo'n gebiedsproces, aan een gebiedsontwikkeling. 1. Visie, ambitie. Uiteraard zou ik bijna zeggen, alleen niet te veel. Want je moet ook openstaan voor de visies en ambities van anderen. En die weten te combineren. Dus iets meer visie dan onze minister-president, dat mag. Maar niet veel meer dan dat. In de tweede plaats, samenwerking vergt een goed netwerk. En goed de verbindingen kunnen leggen. Ja, verbinder, dat is in ons vakgebied tegenwoordig iedereen. Het is een modekreet geworden. Iedereen zit bij de EHBO. Kijk maar eens op die LinkedIn-profielen. En dan wordt vaak vergeten die derde competentie. En dat is tot resultaat kunnen komen. Organisatiekracht. En dat is vaak ook ploeteren. Leidt niet echt vaak tot heldendom. Maar degene die dit voor elkaar weten te krijgen, die scoren op het vlak van gebiedsontwikkeling. De meest onderschatte competentie. En daar hoort ook bij dat je soms een beetje ondeugend moet zijn. Als we allemaal binnen de lijntjes blijven kleuren van die ingewikkelde regels en processen, dan komen we nooit van A naar B. En soms is het beter om achteraf vergiffenis te vragen dan vooraf toestemming. Wat wel vereist daarbij is dat je op een hele goede manier neutraal en onschuldig moet kunnen kijken.